Als ik iets kan doen, zal ik het ook doen. Als het in mijn macht ligt voor die kinderen te kunnen helpen en ik kan het, dan zal ik het ook doen. Het is niet alleen de leerkracht die de school maakt, het is het poetspersoneel houdt de school proper, de klusjesman zorgt dat de deur open gaat. Maar een school is ook een goede school omwille van een bepaalde sfeer en structuur die daar aanwezig is. En voor die sfeer en voor die structuur zijn het toch vooral de niet-lesgevende mensen die daar de dragende krachten zijn. Wij ondersteunen en wij zijn hecht en ik vind het wel belangrijk, want je moet ook samenwerken. En zonder het ondersteunend personeel kunnen leerkrachten ook niet ten volle hun ding doen. Iedereen werkt samen, iedereen is een radertje in het geheel, maar als je daar goed over nadenkt, dan is Nashat zo het ratje dat bij iedereen in contact staat. Dankjewel, Laura. Voilà, ze. Ja, ze heeft wel een speciale band, vind ik, want ze is niet alleen mevrouw Bougria van het secretariaat. Ze doet meer dan dat. Ze is een open persoon en ze beoordeelt niemand, ze luistert altijd. Ik denk dat het toch wel best wel moeilijk is om echt in de leerlingen te komen als je administratief werk doet, maar zij heeft dat toch wel gedaan. Bijvoorbeeld, we zitten op een bankje, dan komt ze naast ons zitten en dan zegt ze van ja, hoe gaat het met jullie leven, hoe gaat het in de klas, hoe gaat het met jullie? En belangstellende vragen stellen die toch wel ja, jou het gevoel geven dat je geapprecieerd wordt. Ik heb zelf ook kinderen, dus ik zou ook graag willen dat alle kindjes het gewoon goed hebben en dat die voort kunnen. En dat is voor mij heel belangrijk, dat de kinderen zich goed in hun vel voelen en dat ze ook weten dat ze voor alles bij ons terecht kunnen, maakt niet uit wat. En ik denk dat ze dat wel weten. En soms is het genoeg om te luisteren. Dat is toch leuk voor jou, hè? Steken dat je heel flink je best doet bij mevrouw P.L.1. Nashat zit op het secretariaat en die deur staat open. Hè? Ze geeft iedereen elke keer de kans om hun verhaal te komen doen. Er zijn heel veel mensen die bij haar terechtkomen. Najat is Marokkaans, dus dat maakt voor veel leerlingen ook dat zij vanuit dezelfde achtergrond praat vaak. En voor ouders creëert dat ook een gevoel van vertrouwen. Najat is een bruggenbouwster tussen culturen in Antwerpen. Najat is uniek omdat ze altijd positief is. Dat is gewoon die drive om altijd goed te doen voor school, voor de collega's, voor de leerlingen, voor iedereen. Ze staat er gewoon altijd. Ik denk dat dat is waarom we haar genomineerd hebben. Ik denk dat ze iemand is die kwaliteiten beschikt die ik toch wel later in het leven wil hebben. Ze is echt communicatief eigenlijk. Ze staat open voor alles, ze is behulpzaam. En dat zijn toch wel kwaliteiten die ik later wil beschikken.